Nou Wessel, laat het maar eventjes zien. Ja, dit is hem dan. Hiervoor hebben we het allemaal gedaan. Een prachtige zilveren plak. Zandvoorter Wessel van der Aar won hem op het EK badminton tot 18 jaar in Estland. Samen met zijn mixpartner Alissa. Alissa Tito Santono, Wessel van der Aar, Nederland. Het Franse duo bleek in de finale, ondanks de goede tegenstand van Wessel en Alissa, toch wat sterker. In Zandvoort gaan een heleboel jongens voetballen en jij ging badmintonnen. Nou, ik begon zelf ook op voetbal, maar ik was gestopt, want ik vond het niet meer zo leuk. En ik heb twee zussen, zaten op badminton, zeiden mijn ouders van ga maar eens mee, misschien vind je het leuk, meer gewoon kijken. En ik vond het blijkbaar toch wel leuk. Zus Imke is ook een groot badmintontalent. Ze wonen en trainen allebei op Papendal in Arnhem. Trots op je broer? Ja, heel erg, zeker. Hoe is het om als broer en zus hier op Papendal te zitten? Toch wel fijn, want ja, je bent wel van huis weg. Maar toch ook weer niet helemaal, want je hebt altijd wel iemand van familie hier in de buurt. Dus ja, ik zeg niet dat elke week bij elkaar op de bank zit hoor. Maar als er een keer iets is, je kan altijd bij elkaar eventjes langs. Dat is wel echt fijn en toch een stukje vertrouwd. Kom je nog wel eens in Zandvoort? Afgelopen 4-5 weken niet, maar dit weekend kan ik eindelijk weer naar huis. Ja. Mis je de zee niet? Soms wel, ik zeg. Twee keer trainen per dag en dan de hele wereld over voor wedstrijden. Dat allemaal voor wie weet dat ultieme doel. Natuurlijk, bij sporten denk je snel bij Olympische Spelen. Ja, om daar een medaille te halen, dat zou wel echt, dat zou echt tof zijn. Je broer Wessel die zegt, ja, mijn droom is ooit om op de Olympische Spelen te staan. Ja, ik zie het al, bij jou ook dus. Ja, zeker. Ja, dat is wel echt het ultieme doel, dus ja.